Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar deze extra vlog op mijn kanaal. Het is vandaag zondag en we staan in de Efteling, zoals je ziet. Het is nog, ja, daar is nog allemaal rustig. We hebben de goede baan te pakken, want in de winter Efteling, als je die vorige vlog hebt gekeken, dan... Nee, mag niet uit. Mag dus lekker de snoepjes aan het overlopen. Dan weet je dat we echt op een veld stonden waarvan we niet wisten dat het bestond. Nee. En dat wilden we echt niet meer. Dus we hebben nu heel goed ingevoegd en we staan op de goede plek. We staan ook best wel dicht bij de ingang. Kijk Maud, daar is de ingang al. Ja, dit is niet zo verlopen. Het is wel een beetje warm in de auto, ja, of niet? Het is heel warm. We gaan zo die kant op. Maar ja, dit is dus een extra video op mijn kanaal. Een Efteling vlog, dus helemaal leuk. Wij gaan nu een beetje alles in onze tas stoppen qua eten en drinken wat we nog hebben. En dan gaan we richting de ingang lopen. Yay! Ach zo. Inmiddels bijna half twee. Ik ben vanaf deze kant, anders staan die mensen er. En we zijn in... Oh, ze hebben ijskoffies. Dat is ook wel lekker. Ijskoffie, stroopwafel. Dat kunnen we ook wel delen. Of denk je, dit is ijs uitverkocht. Hoe kan dat nou uitverkocht zijn? Wat ik wou zeggen, we zijn in twee keer in de Joost en de Draak geweest. Eén keer in de Baron, voorin hebben we gezeten. Hoefden maar 30 minuten in de rij. Vliegende Hollander één keer. Zijn we nog meer gedaan? Dat was het denk ik wel. Het spookslot. Oh ja, het spookslot zijn we geweest. Ja, dat heb ik al gezegd. En hoeveel koffertjes wil jij? We hadden vorige keer 9. We zitten nu dus... Het is 15 of 25. We hadden denk ik 15. We zitten nu dus bij de poffertjeskraam. En ze hebben... Oh, dat zie je niet. Waar is dat? Oh, nee, ik zocht dat ene wat ze toen. Dat staat er niet meer op. Hoe kan ik nou nog een doen? Nou goed, wij gaan even lekker poffertjes bestellen. En zoals je ziet, de zon schijnt heerlijk, dus dat is helemaal goed op.
in de Joris en de Draak geweest. Ik hoop dat je... Ik weet niet of je me kan verstaan. Maar Maud kreeg bijna een duif in haar... een duif in haar gezicht. Die vloog echt bijna tegenaan. En toen vladden die heel snel. Toen ging echt helemaal omhoog. Maar ik denk dat jullie me niet heel goed kunnen verstaan. Omdat die achtbaan de hele tijd hier gaat. We gaan nu... Oh. Nou ja, we lopen nu even naar de Fata Morgana. Gaan we daar nog even in. We hebben vandaag echt vet veel gehad. We zijn voorin geweest in Joris en de Draak. Voorin in de Baron. Echt al... Oh nee, we zijn pas twee keer in de Baron geweest. Ja. En ik denk wel 5-6 keer in de Joris en de Draak. En vliegen... Oh, vliegen nog maar één keer, maar dat was ook niet echt... Ja, die vind ik niet meer zo leuk. Ja. We gaan te vaak heen. Oh, we zijn in de Python geweest. Oh, we zijn in de Python geweest. Daar kunnen we nog wel een keer in. Dat is wel grappig. Maar goed, wij gaan even doorlopen naar de Fata Morgana. Ik moet een beetje zachtjes praten, want het is 10:30. Maar wij zijn... ja, doe maar dicht. 1, 2. Oh. Nee, dat... Nou, wij zijn inmiddels aangekomen in ons hotel. Maar kijk even hoe schattig. Dit is de wastafel. Zelfs een föhn, hé. Een schattig douchetje. Ja. We hebben een tv'tje, stoeltje, leuk kleed. En we hebben het raam even opgezet. Het is best wel heel erg warm hier. Maar kijk, het plafond ook. Dat is van, steen. Heel schattig, lekker bedje. Het matras ligt trouwens... Ja, het matras ligt goed. En kijk deze douche. Heel grappig. Die lamp hier, die is ook echt leuk. Ja. En de wc, ook een vet leuk wc'tje. Die tegels vind ik ook mooi. Oh, gaan trouwens nu niet allemaal muggen komen? Nou, in ieder geval, we kijken uit op de kerk. Ook een hartstikke mooi uitzicht. En we hebben trouwens de auto nu aan de lader. Alleen de lader die we wilden, daar stond gewoon een auto letterlijk die niet... geen elektrische auto had, die stond daar gewoon voor. Dus het asociaal. Dus we hebben nu gelukkig een andere laadpaal gevonden. Maar goed, dit is onze kamer. Wij gaan lekker douchen en nog even op bed tv kijken.
vandaag maandag en wij hebben heerlijk geslapen in het hotel. Echt een aanrader. Het is 20 minuutjes vanaf de Efteling en ontbijt zat erbij. Hele mooie kamer, goede bedden, lekkere douche. Hele aardige mensen, dus dat is helemaal geslaagd. Vorige keer zaten we in een Airbnb natuurlijk en dat was ook wel prima, maar dit is veel beter. We zitten nu inmiddels weer op de snelweg en we zijn rond 10:55 in de Efteling, dus over 10 minuutjes al. Dat echt? Ja, kijk maar, het is 41. Dus dat is super snel. Ik wilde nog iets zeggen, maar ik weet niet wat ik nou mag zeggen. Oh ja, Maud die deed gisteren het gordijn open van onze kamer. En in één keer begint ze knijt te harten. Want we hadden het raam open gezet. Ik denk ook dat het daardoor. Oh, dat hij uit het raam is misschien is gekomen. Ja, dat denk ik. Ja, we hadden dus het raam lekker open, ze was best wel warm in de kamer. En toen was Maud het gordijn aan het open doen. En in één keer ze zo, oh mijn god, een spin! Dus, maar niet een spinnetje, het was best een hele grote spin. Het was wel een dikke spin. Het was niet een spin waarvan je dacht, laat maar lekker zitten. Nee, en ik wilde ook echt niet gaan slapen met die spin. Dus Maud met een handdoek tegen het gordijn heeft het aangegooid en gespiept. En op een gegeven moment viel die op de grond. En toen heb ik hem met haar schoen doodgemaakt, gestampt. Want ja, ik durfde hem echt niet met mijn handen te pakken en ook niet met een doekje of zo. Dus ja, sorry spin. Die moest er niet hier. Nee, we moeten nog niet hier af. Maar geef het dan niet, moet je recht. Ja. Gaat nog goed. Maar goed, dat was ons spinverhaal. Dat hebben we overleefd. En ik wilde. Oh ja, we hebben VIP-kaartjes gekregen. Voor in de Efteling. 6 VIP-kaartjes. En dat werkt als volgt. Je kan die inwisselen bij de uitgang toch of zo. En dan kan je de rij omzeilen. Ik weet niet, het zit achterin mijn tas. Dus het zit in dat bovenste vakje. Wacht, ik ga even de VIP-kaartjes pakken en dan ben ik zo weer terug. Kijk eens even. De Efteling staat er alweer op. Dus we zijn er echt alweer bijna. Ik heb inmiddels de VIP-kaartjes. Oh, ik ben heel erg open. Ik ben heel erg ingezoomd. Laten we dat maar niet doen. De VIP-kaartjes. We hebben dus 6 VIP-kaartjes. Heel erg bedankt naar Nino. Want die hebben we gekregen van hem. Hij werkt in de Efteling. En we kwamen hem. Ja, wij kennen hem van de Efteling. Hij werkt bij de Efteling. En we hebben dus kaartjes gekregen. Echt super fijn. Dus die gaan we vandaag inzetten. Ik ben heel erg benieuwd hoe het werkt. Maar goed, dat gaan we zien en dat zullen we ook wel laten weten. Het is vandaag warmer dan gisteren, dus dat is ook lekker. Gisteren was af en toe best wel bewolkt, maar... Staat hier ergens hoe warm het is? Volgens mij is het 22 graden. Maar ik kan niet zien... Ik zie niet zo snel de temperatuur. Maar goed, heerlijk weer. Nu moeten we weer 10 kilometer rechtdoor. Of niet? Ja, 10 kilometer rechtdoor. Zo, maar lekker over de licht. Ik ben niet achter die vieze vrachtwagen. Nee, even het licht goed hoor, want ik lijk wel een spook. Nou, wij gaan weer even lekker rijden. En we zijn er over... Komen we nu uit bij diezelfde weg als waar we gisteren reden? Dat we bijna... Dat we keihard... Oh, nee, volgens mij niet. Want dat was... Nou, weet ik niet. Komen we dan ook niet via Waal? Heb jij wel, dan rijden we toch ook hier? Ja, het ging gisteren niet helemaal goed, want wij waren... Wat waren we aan het doen? Ik weet niet eens. Maar ik denk veel ook gewoon niet door dat we daar al naartoe moesten. Ja, dat, we hadden het over laadpalen of zo, want we hebben natuurlijk auto. Oh, nee, ik bedoel... Of bedoel je eigenlijk dat we op de rem moesten? Ja. Dat weet ik niet meer. Maar dat ging net goed. En ik heb nou pijn aan mijn arm. Ik ga hier neerzetten. Ga keihard remmen. Dat kan niet. Dat was niet. Dat kan ik niet in mijn vaders auto doen. Ik kan hem nergens neerzetten. Bij mijn moeders auto kan ik hem heel goed neerzetten in zo'n inkeping. Maar ik denk dat ik voor mijn vaders auto een keer zo'n ding koop voor op het raam, weet je wel? Zo'n plakker. Dan kan je hem zo erin zetten. Dat ga ik een keer doen. Dat is best wel een fel zonnetje. Moet je mijn zonnebril? Ja, ik heb mijn tas zitten. Moet ik die pakken? Het is wel rustig. Nou, wij gaan... zo rijden we wel hoor. Op de as wij vanuit... want ik zie altijd deze naam. Ik had een beetje moe. Ik hoop trouwens dat we zijn nu iets later dan gisteren. Dat we wel op het hoofdterrein kunnen parkeren. Want gisteren hadden we echt heel veel geluk. We hadden sowieso het plekje. Maar
nadat onze auto erin ging, sloten ze het hoofdterrein. Daarna kon je niet meer parkeren, dus iedereen daarna moest naar het andere terrein. Ja, moeten even kijken. Dus ik hoop dat we ook kunnen doen, want het is echt heel stuk. Kan je al zien hoeveel een lange wachtrij is? Dan kunnen we zien of die... Eens even kijken. Zouden allemaal schoolreisjes zijn? Ja, er komen, dat zei een meneer bij de Python, zei dat er 25 bussen komen. Iets van 5000 man aan schoolreisjes. Nou, dan is het niet druk op de parkeerplaats. Nee, dat is waar. Bussen parkeren heel erg zo. Oh, nu al 65 minuten bij de Baron. Hoeveel? 65. Oh, dan is het wel echt heel druk. Even kijken. Joost aan het rek al een uurtje, nou dat valt wel mee. Maar gisteren was het 30 minuten. Ik heb het niet boven de 30 minuten gezien volgens mij. Nee, het was gisteren echt... Ik denk dat we nog nooit zo rustig hebben gehad. Nee. Oprecht. We konden echt sommige wachtrijden waren maar 15 minuten. Dat hebben we echt... Nou, ik denk dat we misschien wel 5 keer in de Baron zijn geweest. En 2 keer vooraan of 3 keer vooraan. Ja, we zijn ook iets van 6 keer in de Joost en het Raak geweest. 2 keer, 3 keer vooraan. Ja. De Python zijn we 2 keer in geweest. Halve maan. Oh ja. Hoe lang staat daar nu een wachtrij? We gaan niet meer in de hoe heet dat, Vliegende Hollander. Die vinden nee. Villa Volta zijn we ook gisteren in geweest. Maar daar werden we allebei al duizelig en misselijk van. Nou, ik word echt niet snel misselijk ergens zien. Maar gisteren had ik echt dat ik dacht... Nee, dat was niet lekker. Ik was blij dat het voorbij was aan het einde. Want het was net lang genoeg. Want anders dan... Nee, er zaten allemaal kinderen in dat ik echt dacht van... Maar ja, we waren in het Spookslot geweest. Waar we ook nog nooit in geweest. We hebben gisteren best wel veel dingen gedaan die we normaal nooit hebben gedaan. Terwijl we zijn echt al vet vaak naar de Efteling geweest. Ja, en we hebben nu ook wel een beetje rekening gehouden dat het erg druk wordt vandaag. Ja. Dus we gaan eventjes... Weet je, de Efteling bestaat 70 jaar, toch? Ja, de Efteling bestaat dit jaar 70 jaar. Ze hebben dan bepaalde tijden, we zijn dan een feest of zo. En dan komt Pardoes en daar gaan ze allemaal liedjes zingen met feestmensjes. Dus dat ga ik ook proberen te filmen voor jullie. Om 4 uur is dat. Ja, om 4 uur. En ik hoop dat deze vlog een beetje lang wordt, want het is natuurlijk een extra video. Maar ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te filmen. Nou, gaan die beelden uit Joris en de Draak er niet in? Nee. Mouw heeft gisteren gefilmd in Joris en de Draak. Je ziet alleen maar mijn kin. Oh, heel erg. Maar wat is Archipel? Archipel? Oh, dat is dat avontuureiland met dat water. Dat is gesloten. Voor die kinderen? Ja. Even kijken, wat zou ik doen? Zou ik hier nog langs gaan? Er zijn heel veel vrachtwagens. Ja, doe maar. Wat weet je? Turbo stop. Nee, dat kan je wel doen, hè? Maar ik weet even niet welk knopje dat is. Nou, dat hoeft niet. Ik ga maar zat. Ik ging mijn vader toen uitleggen. Vreemde auto. Nou, we doen altijd, ik rijd altijd heen, we gaan mouten op de terugweg. Want ik heb dan echt pijn aan mijn rug. Nou, ik ga hier alvast ertussen hoor. Want ja, doe maar. Ik ga meteen eraf. Maar mijn vader heeft een nieuwe auto sinds kort. Elektrisch. Maar hij rijdt lekker. Hij rijdt altijd heel goed. Even wennen, andere auto. Ja. En ik rijd normaal in een kleine auto, dus dan... Ja. Maar gaat heel goed. Ja, het staat erop, Efteling. Efteling! Ik weet niet of ik het heb gefilmd, maar... Heel leuk. Wat is het voor muziek? Doe je dit dan al af of is dit niet de afrit? 1 kilometer, nee. Nog niet hoor, denk ik. Dit is ook helemaal niks. Dit was de input. Ja, hier moest toch gisteren dus keihard op de rem. Oh, was dat hier? Ja, dat was hier. Want zometeen komt dat bord van de GGD. Zijn oh ja, ja. Keihard op de rem gaan hier. We zagen ook gisteren een auto op de kop liggen. Er was een ongeluk gebeurd. En die auto lag gewoon helemaal op zijn kop. Maar ik vraag me nog steeds af hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat is heel raar, want de weg was heel rustig ook. En hij lag echt helemaal in het gras op zijn kop. Dus wel heftig, maar... Ja, misschien heel snel zijn stuur omgaan. Die zonnebrand ruikt echt heel lekker. Ja, het ruikt echt naar vakantie, vind ik. Zonnebrand van Carrier. Nou, nu zijn we er echt bijna. Ja. Nu gaan we... Oh, zal ik een Efteling muziekje doen? Ik ga even een Efteling muziekje opzetten. Oké, let's go. De beat komt straks, hè? Ja. Ik ben heel verplicht. Zit er hoor. Mijn is niet groot.
Lekker biertje hoor. Ik was zo dat ene dat. Het is inmiddels, hoe laat is het? Half negen. We hebben helemaal een beetje een rood gezicht. Het is 8:30, wij zijn net voor de laatste keer naar Baron geweest. Of nee, in de Joris en het Raak, helemaal vooraan. Dat was echt wel, we lopen voor die foto. Ging super hard, maar we voelden het niet meer echt in ons buik, hè? Nee. Ik denk dat het misschien komt omdat we er al 2 dagen zitten. We hebben iets te veel in de achtbanen gezeten. Maar we gaan nu lekker naar de auto lopen en dan zo richting huis. Alsnog best laat. Alsnog best laat, ja, het park gaat om 9:00 dicht, dus... Ja, maar goed, we gaan zo de auto zoeken en dan weer 2 uur naar huis rijden. Wij zitten inmiddels alweer een tijdje in de auto. En we zijn best wel moe. Ja. We hebben echt gisteren 20.000 stappen en vandaag iets van 16.000 of zo, hè, denk ik. Ik had net gekeken toen we bijna bij de uitgang waren. Gisteren 20.000 en nu iets van 16 nog wat. Ik denk misschien ook wel 20.000 vandaag. Dus in totaal 40.000 in 2 dagen. Is best veel. Ik voel het ook in mijn benen. En je hebt natuurlijk vaak die heuvels in de Efteling. En dat je weer op trappen moet lopen. En op bergen. En bergen. Maar nee, we hebben het echt super leuk gehad. We waren blij dat het zondag dus blijkbaar niet zo heel druk was. Ik zet jullie even hier niet, anders kijk ik echt bijna mijn hand. Maar wat zie je nou in die flitsen? Wat zie je nou in de buurt die flitsen? Over 3 kilometer. Over 3,5 kilometer hebben wij een flitser. Zet de flitsmeister. Dus we moeten even opletten. Maar wat ik wilde zeggen, wij dachten, nou, dan gaan we zondag en maandag. Dan pakken we die maandag mee, dan is het rustig. En zondag is dan wat drukker. Maar het was.
was dus blijkbaar zondag, was het echt super rustig. Wij hebben nog nooit zo rustig gehad, hè? Nee, we hebben nog nooit zo rustig gehad in de Efteling. En maandag, vandaag dus... Ochtends was het wel druk. Ja, maar ja, gewoon normaal of zo. Ja. Ja. Het was bedreigend, ja, laat ik het zo zeggen. Maar er waren blijkbaar dus allemaal schoolreisjes, wat volgens mij al verteld. Ja. Vandaag. En we kwamen er wel achter dat de mensen daar die daar werken in de Efteling, dat die er niet echt blij mee waren. Ik denk dat wel 5 medewerkers tegen ons hebben gezegd dat ze er niet blij, of tenminste niet zo van, we zijn niet blij dat schoolreisjes er zijn, maar meer van... Ik denk gewoon hetzelfde als ons, ze schreeuwen de hele tijd, ja. Ze gooien met eten, ze duwen in de rijen en... Gewoon irritant, gewoon echt irritant. Maar goed, wij hebben 2 hele leuke dagen gehad. We hebben ook heerlijk weer gehad. Geen regen, niet te warm, niet te koud. Ja, soms was er even wat wolken voor de zon. Dan was het een beetje fris, maar gewoon prima. En we hebben dus die VIP-kaarten gebruikt. We hebben er nog 4 over. Ja, want we hebben maar 2 keer voor de bom. Ja, we hebben 2 keer voor de bom gebruikt. Dat was echt heel grappig. We gaven zo die VIP-kaart. En we worden gewoon vooraan in de rij gezet. Gewoon meteen. Je kan meteen erin. En je mag zelfs kiezen voor rij 1. Dus we zijn de hele tijd in rij 1 gegaan. Tenminste 2 keer. Dus dat is echt top. Heel erg fijn. We hebben er dus nog 4 over. Dus die gaan we lekker de volgende keer gebruiken. We hebben nog 1 kaartje. Ook 1 Efteling kaartje. Die is toch geldig tot november. Nu zijn die flitser zeker of niet? Flitser bij 29.6. Ja. Maar ik... Maar ja, wat moet hij nou zegt, doen? Staan ze er nog? Maar hoe weet je dat? Maar heel eerlijk, wat moet ik nu doen? Moet ik gewoon 70 gaan rijden, omdat het bord 70 zegt? Ja, zou ik wel doen. Gewoon een beetje achter. Nou, ik ga wel gewoon... Wat zijn ze aan het doen? Kijk, ze zijn allemaal stoom. Hoe zeg je dat? Stof, denk ik. Stof. Stoom. Stof. Maar ze zijn aan de weg bezig. Wat zei ik nou? Oh ja, die... Flitser? Nee, die VIP-kaartjes. Oh. Ja, die flitser, dat weet ik dus niet. Oh, zit de flitser? Nee, toch? Nee. Nee, die vind ik pech. Nou. Hij had nooit op zijn dak. Nou, ik weet niet. Zijn we er al voorbij dan voor ons? Of voor nee, ja, dit staat er. Wat betekent dit? Wat staat er? 29 punten? Ja, 6. Oh nee, zijn we er nog niet voorbij. Oh, hectometerpaaltje. Ja. Jawel, we zijn er wel voorbij. Telt op. Wacht even, we moeten even opletten. Geen meldingen staat er. Geen meldingen. Ze zijn hier wel druk met de weg. En je mag hier maar 70, geeft hij inderdaad aan. Ja. Maar we hebben dus nog 1 Efteling kaartje. Daar gaan we nog naartoe. Of die gaan we nog gebruiken voor november. Dan vervalt die weer. Dus dan hebben we nog lekker 4 kaartjes. 4 VIP kaartjes. Heb jij nog wat te vertellen? Nee. Ik ook niet. Ik ben wel gekleurd, want mijn neus is een heel klein beetje verbrand. Jij ook? Nee, bij jou niet. Maar, oké, wat een mooie lucht. Oh, het raam is heel vies. Vies? Ja, er zitten allemaal dingen op het raam. Oh, ja, dat zag ik net al. Net schijnt die zot op het raam. Ja. Maar goed, wij hebben allebei niks meer te zeggen. Nee. Dus ik ga bij deze extra video op mijn YouTube-kanaal afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik weet niet hoe lang hij is geworden, maar ik hoop dat er genoeg beeldmateriaal is. Vond je het leuk, doe je het duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En ik zou het leuk vinden als je bijvoorbeeld op Instagram. En dan zie ik je graag volgende week weer bij mijn nieuwe weekvlog. Doei! Doei! Doei!